hoogstamboomgaarden kennen in de omtrek van Borgloon een ruime geschiedenis. Waar er vroeger rond nagenoeg alle dorpskernen wel boomgaarden waren, is het aantal sinds de jaren 70 afgenomen. En dat proberen ze in Borgloon te herstellen. Omwille van de landschappelijke inkleding, dat is één zaak. Maar een hoogstam natuurlijk brengt ook nog eens fruit op. Twee, een hoogstam zit meestal in een weide. En een weide grasland is op dit ogenblik vrij interessant, ook in het kader van de klimaatverandering. En hoogstam zelf heeft een mogelijkheid om allerlei dieren aan te trekken, allerlei insecten aan te trekken, maar ook de mensen aan te trekken. Omwille van het feit dat bijvoorbeeld hier staan we in een kersenboomgaard. In het voorjaar is dat hier één bloemenruiker. En nadien ook, wanneer de kersen aan de bomen hangen, is dat ook een prachtig zicht van die rode kersen tegen de groene blaren van de boom.